Ja, ik ben gewoon heel emotioneel. Ik heb met het team gewoon zo ontzettend hard gewerkt. En zoveel energie en zoveel power. En ja, die wil ik gewoon naar voren roepen. Powerfood is nu uitgekomen. Van Friesland naar New York. En ja, heb het met alle liefde gemaakt. En het is nu uit. En nu, iedereen kan er nu van genieten. Wat emotioneerde je toen je net op het podium stond? Ja, ik ben gewoon heel emotioneel altijd en we hebben het met z'n allen zo goed gedaan. En ik heb het natuurlijk niet alleen kunnen doen, ik had zonder een team. En ja, dan word ik gewoon emotioneel. Je team wilde je net bedanken, je riep ze allemaal op het podium, hè? Ja, iedereen. Wat hebben ze voor je gedaan? Ja, ze hebben gewoon alles samen met mij gedaan, het hele boek. De foto's, de styling, dat is natuurlijk. Rens werd emotioneel net bij de uitreiking. Had u dat verwacht? Ja, dat was de vorige keer ook. En wij allemaal. We zijn allemaal heel erg trots. En ik probeer het dan in te houden, maar dan lukt het ook niet. En ik denk dat het is ook het mooie van Rens. Dat ze laat zien hoe echt ze is en hoe hard ze ervoor heeft gewerkt. En ja, dat komt er dan allemaal in één keer uit, denk ik. Ja. En hier staat ook een trotse moeder, kan ik me voorstellen. Ja, ik ben ontzettend trots. En, ze doet het zo vanuit haar hart en het voelt zo goed en ik ben gewoon trots. Het is de eerste keer dat ik het zie. Ik heb er natuurlijk wel heel veel foto's gezien al gelijk toen ze die had gemaakt. Maar nu om de hele vormgeving te zien is het is heel mooi. Heel trots op haar. Ja. Heerlijke recepten en gewoon een geweldige layout en een geweldig team heeft ze gehad. Ja. En ik ben heel trots op. Mijn favorieten zijn de spring rolls. Wat maakt dat jouw favoriet? Ja, ik vind het voor de zomer heel lekker om lekker luchtig, iets lekker luchtigs en heel gezond te eten. Ja, hier zijn ze. De Vietnamese summer rolls. Ik vind de vormgeving fantastisch. De foto's zijn heel erg mooi, een hele mooie styling. Heel vriendelijk gemaakt. Het is ook heel makkelijk om hieruit te koken. Ik ben helemaal blij nu al dat in ieder geval het boek uit is en dat mensen ervan kunnen genieten straks.